8 politieke partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Altena. Op 21 november mag u als inwoner van de gemeente Aalburg, Werkendam en Woudrichem naar de stembus. Maar kent u alle lijsttrekkers? In een serie mini-portretten maakt u kennis met de lijsttrekkers van de partijen. In deze aflevering Wijnand van der Hoeven, lijsttrekker voor de ChristenUnie Altena. Van der Hoeven is op dit moment parttime wethouder in de gemeente Aalburg en daarnaast werkzaam als zelfstandig ondernemer in de logistiek. Van der Hoeven is groot muziekliefhebber en zet zich persoonlijk in voor het behoud van de oude kerk van Aalburg. Als wethouder was hij onder andere verantwoordelijk voor de samenwerking tussen de buurgemeenten. Waarom heb ik deze locatie gekozen om een filmpje te maken? Omdat er gewoon heel veel dingen hier bij elkaar komen. Ik denk dat het een van de mooiste plekken van Nederland is, met uitzicht over de Maas naar richting Nederhemert. Zeker in deze herfstkleuren. Ja, we staan bij een historische molen. We hebben allemaal discussie over windenergie in Altena. Ja, en hier draaien ze gewoon en hier zijn ze bezig met ons brood te maken en ons meel te malen. Dus dat vind ik gewoon fantastisch. In ons verkiezingsprogramma zeggen we uiteindelijk, we zoeken gewoon een mooie plek om te wonen, te werken en te leren. Nou ja, hier wordt geleerd, hier wordt gewerkt en hier wordt gewoond. Dus vandaar deze plek. Wij hebben de term duurzaamheid hebben wij wat meer breed gemaakt, dus we hebben dat toekomstbestendig genoemd. En we moeten gewoon echt stappen maken in Nederland. Als ik hier de andere kant op kijk, zie ik gewoon al heel veel huizen met zonnepanelen. We staan hier naast een molen die gewoon met energie die aanwezig is, die nooit opgaat, brood aan het maken is. Dus ja, we moeten dat proces van hoe we dat bij mensen onder de aandacht kunnen brengen, maar ook hoe we die angst voor een windenergie die misschien voor de komende 10 jaar nodig is, voor die transitie. Ja, dat zouden wij graag het gesprek aangaan. Maar niet alleen kijken van hoe het niet kan en waar we het niet willen, maar kijken hoe waar we het wel kunnen. En er moet geïsoleerd worden, er moet minder afval komen. Dus er zijn heel veel elementen die bij dat duurzaam bouwen terugkomen, waar wij graag mee aan de slag willen gaan. Ik ben de politiek ingegaan toch om, ik ben in die zin wel een idealistische doener. Dus je kan op verjaardagen over allerlei dingen praten die dan niet goed gaan. En ik probeer gewoon met mijn energie en met mijn identiteit, vanuit mijn identiteit, probeer ik daar toch beweging in te krijgen. Voor de ChristenUnie vinden wij het erg belangrijk dat we in een heel groot gebied, dat we die bereikbaarheid met de mensen gewoon goed regelen. En dat heeft met zorg te maken, maar ook gewoon de mensen die aan de straat het onderhoud aan de straat doen, die mensen moeten gewoon blijven kennen, ook in die nieuwe gemeente. Als ik niet in de politiek zou zitten, dan zou ik meer tijd aan mijn gezin willen en kunnen besteden. Ja, uiteindelijk muziek maken en wat culturele activiteiten organiseren, dat zal zeker ook meer energie en tijd gaan geven. Ja, en ik moet wat meer sporten, daar kom ik nu ook niet aan toe. Als ik 100.000 euro zou krijgen van de nieuwe gemeente, ik denk uiteindelijk dat ik het meeste geld toch zou nog extra aan armoedebestrijding zou willen besteden. De misstanden die daar zijn. Ja, en ik zou toch wel 5.000 of 10.000 euro graag voor een cultureel budget willen hebben. Want wij willen graag ook topmuzikanten uit kunnen nodigen. En ja, dat lukt nu gewoon niet. Dus dan zou ik graag toch wel 5.000 tot 10.000 euro ook aan een cultuurbudget willen besteden. Uiteindelijk ben ik een doener. Dus ik denk dat dat belangrijk is. En wat ik ook graag doe is gewoon aan de mensen uitleggen waarom wij bepaalde beslissingen nemen, hoe een proces werkt. En ik zou zeggen tegen de mensen, schroom niet om dat aan mij of aan mijn collega's te vragen. Daar zijn wij gewoon voor. Kan via social media, je kan me bellen. Wij leggen het graag uit. Want we snappen best dat politiek en de besluitvorming heel ingewikkeld kan zijn. Nou ja, wij zijn ervoor om dat ook uit te leggen.